Lang geleden leefde er een koning en een koningin die geen kinderen konden krijgen. En daarom was de koningin erg verdrietig. En op een dag zei de koning tegen zijn vrouw: "Waarom vraag je niet jouw twee nichtjes te komen logeren, als je zo graag wat kinderen om je heen hebt?" En dat vond de koningin een goed plan. En al gauw dartelden er twee kleine prinsesjes door de paleiszalen en door de tuinen rond het paleis. Op een dag keek de koningin uit het raam en ze zag de twee prinsesjes spelen met een kind met gerafelde en gescheurde kleren. Direct kwam ze de trappen van het paleis naar beneden. "Zeg, kindje, wat doe je hier? Jij mag hier helemaal niet komen." Maar de twee prinsesjes renden naar haar toe en sloegen hun armen om het kind heen. "Maar tante, wij hebben haar zelf uitgenodigd om met ons te komen spelen." Het meisje keek de koningin brutaal aan. "Als u wist over welke bijzondere gaven mijn moeder beschikt, dan zou u niet zo'n toon tegen mij aanslaan." De koningin werd gelijk wat kleiner. "Maar wie is jouw moeder? En over welke bijzondere gaven beschikt zij dan?" Het meisje wees achter de hekken rond het paleis naar de overkant van de straat op de markt. Daar stond een stevige marktkoopvrouw eieren te verkopen. "Dat is mijn moeder. En zij kan mensen helpen kinderen te krijgen die alles hebben geprobeerd om toch kinderen te krijgen." "Wel, meisje, zeg jouw moeder dat ik haar verwacht in mijn vertrekken in het paleis." Het meisje holde direct de straat over en ging naar haar moeder toe. En enige tijd later kwam er een stevige marktkoopvrouw de paleiszalen binnenstevenen. "Dag mevrouw, uw dochter heeft mij verteld dat u mensen kunt helpen kinderen te krijgen die verder alles hebben geprobeerd." "U moet niet luisteren naar de kletspraat van kinderen." "En mevrouw, gaat u toch zitten?" En de koningin liet de marktkoopvrouw verrukkelijke spijzen en dranken voorzetten. "Ja, ziet u mevrouw, ik zou zo graag wat kinderen hebben. En ik heb alles geprobeerd." "Er is een tovermiddeltje dat u misschien kunt proberen. Als u gaat slapen, voordat u naar bed gaat, moet u twee emmers water laten brengen. En in beide emmers moet u zich wassen. Daarna gooit u de emmers leeg onder uw bed. De volgende ochtend zullen er twee bloemen uit het water ontsproten zijn. Eén die paars is en één die schaars is. De paarse moet u opeten. En de schaarse moet u laten staan. Vergeet dat niet." Dezelfde avond liet de koningin zich twee emmers water brengen en ze waste zich in beide emmers. Daarna wierp ze de emmers leeg onder het bed. En de volgende ochtend waren er inderdaad twee bloemen uit het water ontsproten. Eén die paars is en één die schaars is. De schaarse was groen en vreemd gevormd, had allemaal gekartelde blaadjes en bloempjes. En de paarse was heel mooi en rook ook heerlijk zoet. Ze plukte de paarse direct en at hem op. Hij smaakte zo heerlijk dat ze de andere bloem ook opplukte en ook opat. "Baat het niet, dan schaadt het niet," zo zei de koningin. En inderdaad, enige tijd later bleek de koningin zwanger. En na 9 maanden werd er een kindje geboren. Het kindje was nog niet ter wereld of het riep al: "Mama!" Het kind reed rond op een geit en zwaaide rond met een pollepel. "Als jij mijn kind bent, dan mag ik bij God mijn leven wel beteren." Het kindje keek haar moeder aan en sprak, nog maar net geboren: "Maakt u zich maar niet ongerust. Straks wordt er nog een kindje geboren en dat is precies
uw hartewens. En inderdaad, even later werd de andere helft van de tweeling geboren. En dit was een poppetje van een prinsesje, precies zoals de koningin zich een kind gewenst had. De twee meisjes verschilden van elkaar als dag en nacht, maar toch hielden ze erg veel van elkaar en waren onafscheidelijk. Het eerstgeboren meisje reed altijd maar rond op haar geit en zwaaide in het rond met de pollepel. Haar kleren waren altijd gescheurd, gerafeld en met modder besmeurd. Ze had zwarte vegen op haar gezicht en ze droeg op haar hoofd een rafelige kap. Een kap die van rafels uit elkaar hing. En wat de koningin ook probeerde en deed, altijd werden de kleren weer vies en gescheurd. En Rafelkap, al gauw kreeg ze de bijnaam Rafelkap. Iedereen noemde haar Rafelkap. Rafelkap wilde per se oude en vieze kleren dragen. En op een dag liet de koningin Rafelkap maar gewoon Rafelkap zijn. Er zat toch niks anders op. De twee meisjes waren al bijna volwassen geworden toen er op een dag, vlak voor de kerst, een enorm kabaal in de gangen van het paleis klonk. En Rafelkap vroeg aan haar moeder wat dat voor kabaal was. En de koningin vertelde, dat is een trollenbende. Eens in de 7 jaar komen ze langs. Ze maken er een enorme puinhoop van. Ze lopen overal tegen op te hotsen en te botsen. Ze maken hee en ze stinken. En het hele kasteel lijdt eronder. Maar ja goed, het zijn trollen en we kunnen daar niks aan doen. En we moeten het gewoon maar over ons heen laten komen. Helemaal niet, zei Rafelkap, daar is geen sprake van. Ik zal die trollen wel eens even het huis uitjagen. Maar iedereen protesteerde. De trollen verjagen, dat was veel te gevaarlijk. Maar Rafelkap hield voet bij stuk. Ze zei tegen de hofhouding vooral de ramen en de deuren gesloten te houden. Daarna stormde ze met haar geit, met de pollepel in de hand, de gangen op. En ze slingerde met de pollepel en ze sloeg de trollen op hun kop en op hun kont. Ze sloeg ze links en ze sloeg ze rechts. Ze sloeg ze bont en blauw en waar nodig tot moes. De trollen die kermden en schreeuwden en gilden en vlogen alle kanten uit. Heel het paleis stond op haar grondvesten te schudden. Het leek wel alsof het paleis in elkaar zou storten. Maar juist op dat moment begon het zusje van Rafelkap erg ongerust te worden. En ze deed even de deur open en keek om het hoekje. Juist op dat moment sprong er een trol voor haar op en plopte zo haar hoofd eraf. En zette er een kalfskop voor in de plaats. Het arme kind viel op handen en voeten en liep loeiend de kamer binnen. Moe, 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 moe. Rafelkap had ondertussen alle trollen bijeengedreven en het paleis uitgejaagd. Maar toen ze terugkwam in het paleis en haar zusje zag toen was ze woedend op de huishouding. Hoe kunnen jullie? Jullie hoefden alleen de ramen gesloten te houden en de deuren. Nou moet ik een plan verzinnen. Ik moet een plan verzinnen om het mooie hoofd van mijn zus weer terug te krijgen. Ik heb een schip nodig, een goed uitgerust schip. Vol met proviant om de lange reis te gaan maken naar het trollenland. Haar vader, de koning, begreep nu wel dat Rafelkap een erg bijzonder kind was. Maar hij wilde Rafelkap en zijn andere dochter niet laten gaan zonder een kapitein en een voltallige bemanning. Maar daar ging Rafelkap niet mee akkoord. Zij moest en zou zelf het schip besturen. Uiteindelijk gaf de koning toe en uiteindelijk ging Rafelkap met haar zusje, met de kalfskop, aan boord van het goed uitgeruste prima schip
En zo voeren ze de haven uit. De wind blies de zeilen bol en met een gunstige wind stevenden ze zo direct op het Trollenland aan. Daar legden ze aan in de haven en Ravelkap zei tegen haar zus vooral geduldig, rustig aan boord te blijven en af te wachten. Daarna sprong ze op haar geit en met haar pollepel in de hand stormde ze, galoppeerde zij op het Trollenkasteel af. Daar keek ze naar binnen en aan de muur zag ze het mooie hoofd met die mooie goudblonde gekrulde haren van haar zusje aan de muur hangen als een soort jachttrofee. Ravelkap sprong met haar geit naar binnen, wipte het hoofd van de muur en sprong weer naar buiten. En als een pijl geschoten uit een boog vloog ze terug naar het schip. Maar ondertussen kwamen de trollen kermend en krijzend achter haar aan. En al gauw hadden ze haar omsingeld. Maar de geit snoof en stampte met zijn voeten op de grond. Hij zette zijn horens naar voren en stormde op de trollenbende af. En Ravelkap zwaaide en slingerde met haar pollepel. En ze sloeg de trollen links, ze sloeg ze rechts, ze sloeg ze op hun kop en op hun kont. Ze sloeg ze bont en blauw en waar nodig tot moes. En daar hadden de trollen niet op gerekend. Daar hadden ze niks op terug. Al snel bliezen ze de aftocht en trokken ze zich terug naar het Trollenkasteel. Ravelkap kwam al gauw aan bij de boot. En ze nam de kalfskop van de romp van haar zus en zette haar mooie hoofd er weer voor in de plaats. En nu was haar zusje weer een mens. Ravelkap stelde voor om nu samen de wijde wereld in te trekken en op avontuur te gaan. En dit vond de jonge zus een goed plan. En zo voeren ze langs de kust. Lange tijd navigeerden ze verder tot ze uiteindelijk aankwamen in een ver afgelegen koninkrijk. Daar meerden zij aan. De mensen in het koninkrijk zagen het vreemde schip en het vreemde zeil. Dus ze waren nieuwsgierig en gingen kijken en ze vertelden het aan elkaar door. En het nieuws bereikte het kasteel en de koning en zijn twee zoons. De koning zond boodschappers naar het schip en nodigde Ravelkap en haar zus aan uit op het paleis. Geen sprake van, zei Ravelkap. Als ze zo nodig ons willen zien, dan komen ze maar naar ons toe. De kroonprins was reuze nieuwsgierig en de volgende dag kwam hij aan op het schip. En toen hij de zus van Ravelkap zag, werd hij direct verliefd op haar en vroeg haar ten huwelijk. Hij liet er geen gras over groeien. Geen sprake van, zei de zus van Ravelkap. Ik ga niet met je trouwen. Ik laat Ravelkap niet in de steek. Ik ga pas trouwen met jou als Ravelkap ook een echtgenoot heeft gevonden. De kroonprins, hij liet het hoofd hangen. Met een zwaar gemoed en een zwaar hart ging hij terug naar het paleis. Waarschijnlijk zal die nooit trouwen. Hoe kan hij nou, wie wil er nou trouwen met zo'n vrouw die eruit ziet als een bedelares met gerafelde kleren, gescheurd, met modder besmeurd, met vieze vlekken op haar gezicht en dan die rafelige kap en dan altijd maar rondrijdt op een geit met een pollepel in haar hand. Dat wil toch niemand? Maar de vreemdelingen moesten wel gastvrij ontvangen worden. Dus de kroonprins organiseerde een groot feest en vroeg zijn jongere broer om Ravelkap te vergezellen naar het feest. De jongere broer was er niet blij mee, maar stemde ermee in. En zo gingen Ravelkap en haar zus,
bereidde zich voor op het feest en kamde haar mooie goudblonde haren en trok haar mooiste kleren aan. Over haar kleren droeg ze een falie, een jas zonder mouwen, een mantel zonder mouwen en een grote capuchon eraan. Een falie van rood fluweel. En ze zei tegen Ravelkap, wil jij niet iets van mijn kleren lenen? Zou je niet je gezicht een beetje wassen? Zou je die Ravelkap niet een keertje afzetten? Ze wilde dat Ravelkap er op haar mooiste uit zou zien. Maar Ravelkap, die zei, nee, ze accepteren me maar, ze nemen me maar zoals ik ben. De jonge zus was een beetje boos, maar ja, zij wist dat het geen zin had om met Ravelkap te discussiëren. Toen de stoet van het schip naar het paleis reed, kwamen alle mensen in het koninkrijk staan kijken. En het was me een prachtige stoet. Voorop reed de kroonprins op een prachtig mooi wit paard, gezeten op een prachtig bewerkt zadel, daaronder een sjabrak, een paardenkleed van brokaat van goudstof. En ook de jongste zus, die reed op een schitterend mooi wit paard met een gouden sjabrak. En ze zaten daar rechtop in het zadel. En achter hun reed de tweede prins op een schitterend zwart paard met een glanzende huid en met een zilveren sjabrak. En naast de prins reed Ravelkap op haar geit met een pollepel in haar hand. Met een ravelige kap op haar hoofd, zwarte vegen in haar gezicht en met gescheurde kleren aan met modder besmeurd. De prins vond het helemaal niks en keek ziekeneurig voor zich uit. Nou, je bent niet erg spraakzaam, zei Ravelkap. Maar de prins hield zijn mond tot hij het niet meer uithield. Maar waarom rijd je eigenlijk op zo'n geit? Oh, omdat ik dat wil. Als ik wil dat ik op een paard rijd, dan rij ik op een paard. En ze had het nog niet gezegd of de geit was veranderd in een prachtig mooi glanzend zwart paard. Net zo mooi als het paard van de prins. Nou zeg, jij bent me er ook een. Dat is een prachtig paard. Maar waarom heb je eigenlijk zo'n rare ravelige kap op je hoofd? Omdat ik het wil. En op hetzelfde moment veranderde de ravelige kap in een prachtig mooie gouden diadeem, afgezet met witte glanzende parels, 12 in aantal. Dat staat je heel goed. Nou, jij bent me er een. De prins reed voort met een lachend gezicht. Maar waarom heb je eigenlijk zo'n pollepel in je hand? Oh, is dat een pollepel? Ik dacht dat het een toverstaf was. En Ravelkap had de woorden nog niet uitgesproken, of in haar hand had ze een toverstaf van lijsterbeshout met een gouden punt. En zo reden ze verder. Ga je me niet vragen waarom ik van die ravelige kleren aan heb? Nee, dat is mij ondertussen wel duidelijk. Dat is omdat jij het wil. Als jij het anders wil, dan verander je dat wel. En hij had de woorden nog niet uitgesproken of Ravelkap had een prachtige prinsessenjurk aan met brokaat met goudstof, een prachtig mooie groene donkergroene falie eroverheen van donker fluweel. Dat staat je erg mooi, zei de prins. En heel zijn gezicht straalde. En zo reden ze voort. Ze kwamen bijna bij de poort van het paleis, toen Ravelkap even haar gezicht aanraakte met de toverstaf. En de zwarte vlekken verdwenen van haar gezicht. En of Ravelkap nu mooi of lelijk was, dat zullen we niet weten. Maar dat was in de ogen van de prins en van Ravelkap ook volstrekt onbelangrijk. Wat we wel weten is dat er een prachtig feest volgde. Want op dat feest hebben Theresia en ik muziek gemaakt. Ik heb toedelzak gespeeld
De mede die droop langs mijn baard. Ik heb gezongen en gedanst en dat feest, dat duurde wel 3 dagen voort.